Welkom muziekliefhebbers, vanuit Kunst naar Arbeid aan de Westerdijk te horen, niet live, maar wel springlevend. Dit is De Westfriese Oorzaak, een programma voor en door Westfriese muzikanten. Speciaal voor u. En dit is uw gastheer voor vandaag, man van Stavast, Paul Luiken. Welkom bij de derde aflevering van De Westfriese Oorzaak. In deze aflevering gaan we hardop dromen met wethouder Axel Bogaerts. We zien Poppy Seed in Band Zoek Banaan. Prikkelbush Piet was voor ons op Live in Horen. Nieuwe verrassingen uit Nick's platenkast. En we eindigen met een optreden van onze artiest, vergezeld door Pieter Baas. Losing My Religion met Sven Ros. Vandaag is onze gast een verse inwoner van Horen. Ik noemde hem zojuist al, wethouder cultuur Axel Bogaerts. Axel, welkom. Dank je. Je bent nieuw in Horen, heb ik begrepen. Je bent een ingevlogen wethouder, zoals dat heet. Hè? Sinds kerst wonen we in de Kersenboog. Je woont in de Kersenboog. Ja. Wat heb je aangetroffen in Horen qua cultuur? Nou, eigenlijk opvallend veel tofs. Ik had op zich wel een beeld van Horen, maar nou ja, als je er eenmaal woont, dan krijg je natuurlijk veel meer te leren. Zeker als wethouder van kunst en cultuur. En dan, ja, niet om jou te paaien, zeg maar, of de mensen hier. Maar dus dat, er zit wel echt heel veel energie hier in de stad. Nou, we gaan het zo over muziek hebben, maar op allerlei vlakken rondom cultuur. Van erfgoed tot ook theater, tot nou, wat je maar kan bedenken. Ik was er wel erg nou ja, positief van onder de indruk. Dat gek. Ja. Oké. Maar je treft iets aan. Ons doel hè, van de Westfriese Oorzaak is om een nog groter podium te bieden aan Westfriese muzikanten. Ja. Wat stel jij erbij voor? Hardop denken mag? Hardop dromen was het idee, dus, toch? Dus, shoot. Nou, ik denk dat de grootste droom is, zeg maar, dat als je van weet ik wat, kleine je eerste stapjes in de muziek zet op school of bij boerderijen, zeg maar, tot nou, dat je op hoge leeftijd, dan, nou, of je nou professioneel of amateur bent, maar dat je in die hele lijn gewoon nou ja, een horen je hart kan ophalen. Mm-hmm. Nou, sommige dingen doen we denk ik al wel goed. Nou, van muzieklessen die je kan volgen tot nou, een manifesto die er bijvoorbeeld ook al bestaat. Nou, denk aan afgelopen weekend, festivals, de Hoornse Stadsfeesten, dat gaat goed. Maar bijvoorbeeld iets als een poppodium waar we als gemeente nu van zeggen, hè, die gaan we onderzoeken. Maar we hebben ook in onze begroting nog staan nou, dat we die ook echt willen gaan oprichten en exploiteren. Dat zou denk ik iets fantastisch zijn voor de muziek. Wat betekent dat poppodium? Wat zie je erin?
Wat bedoel je daarmee? Gaat het om formaat? Nou, we zijn dus nu aan het onderzoeken inderdaad. Waar zou die dan komen? Hoe groot moet die dan zijn? Waar is de markt voor? Waar kan je die exploiteren? Nou, gewoon je wil in kaart brengen hoe gaat dat ding eruit zien en hoe zou dat gaan lopen? Hard op dromen, hè? Hoeveel mensen dus? Nou, we hebben het wel over een paar honderd. Maar je moet mij even niet vragen hoe groot het gemiddelde poppodium is. Want dat weet ik niet. Maar de vers iets van 200, 250, dan wordt het wel aardig. We hebben het over minstens een verdubbeling. Denk ik wel. Dus dat je kan meten met Alkmaar, dat soort plaatsen, Haarlem. Dat je echt gewoon de wat grotere artiesten kan trekken. Dus dat is er één. Wat we bijvoorbeeld ook sinds vorig jaar gedaan hebben, is dat we de popronde in Horen structureel subsidiëren. Nou, dan komen dan vaak vooral andere bandjes hier naartoe. Maar dat betekent ook dat bandjes van West-Friesland weer ervaring opdoen op andere plekken. Nou, dat is denk ik ook iets moois om de scene ook gewoon over het land te verspreiden. Maar het gaat ook over kleine dingen. Als zijn er genoeg plekken om te repeteren bijvoorbeeld? Ik heb er ook wel eens dingen over gehoord dat men daar eigenlijk wel beperkingen in ziet. Dus kunnen we daar als gemeente kijken hoe we wat meer deuren en plekken kunnen openen voor ook de beginnende bandjes om hier een plek te vinden. En vind je dan de rol van een gemeente financieel of gewoon substantieel? Dus dat je ook echt een locatie kan aanwijzen? Het is en-en, hè? Dus bijvoorbeeld met zo'n poppodium ook moeten we en een locatie aanwijzen. Er moet gebouwd worden. Ja, je moet hem ook jaar op jaar gaan betalen. Ja, dus het is en-en, hangt ook een beetje van het onderwerp af. Ja. Heb jij wel eens meegedaan met de popronde eigenlijk? Ja, afgelopen jaar. Oh ja. Waar ben je geweest? Heb je even? Noem het drie. Roermond. Oh, wow. Emmen. Wageningen. Oh zo. Ja. En hoe was het? Ja, het was heel vet. Ja, het was wel ook een beetje vermoeiend. Ik ben ook uiteindelijk popronde Hoorn niet naartoe gekomen. Mm. Dat was even te veel wat goede. Maar het was wel, dat is wel fantastisch om lekker veel aan spelen toe te komen. Ik heb 28 shows gespeeld in 2,5 maand tijd. Dus dat is wel... Je gaat het hele land door, toch? Ja, precies. Ja, Dat is dus inderdaad een mooi voorbeeld van hoe je West-Friese muzikanten ook buiten West-Friesland kunt positioneren. Exact. Ja, je begint natuurlijk heel liefst lokaal in Horen. Nou, ga een keer op de stadfeesten staan, dat soort plekken. Ga met de poprondes rond. En hoe fantastisch is als je de grote naam bent, dat je dan hier straks in ons poppodium kan staan. Ja, zo ga je iedere keer, denk ik, een stapje naar boven. Ja, natuurlijk. Heb je nog meer ideeën die Horen en West-Friesland muzikaal nog beter op de kaart kunnen... Nou, maar ik meen het oprecht, dat je staat al best wel goed op de kaart hier, hoor. Er gebeurt echt wel veel. Nou, dus ik wil niet heel op dat poppodium terugkomen. Nee, maar hoe, als je kijkt van Boudijn tot inderdaad de eerste stapjes in het pakhuis, tot de popronde, er staat echt best wel veel. Mm-hmm. En het is denk ik aan ons om dat ook te koesteren. Ja, ook even spoiler, maar als gemeente komen er ook wat bezuinigingen en moeten we wat geld gaan zoeken. Ook dan is het de kunst om kunst en cultuur goed overeind te houden. Ja. Dus er komen ook nog genoeg uitdagingen aan. Maar ik denk dat we het al goed doen. Ik denk dat we wat kansen zien om het beter te maken. Nou, laten we die grijpen. Nou, de grootste uitdaging voor jou is natuurlijk dat... en kunst en financiën, hè? Dat is eigenlijk een waterhoofdachtig ding. Vind je dat? Dat schiet zo vrede. Kunstenaars willen altijd meer geld natuurlijk. Ja, zeker. Dat klopt. Omdat die nooit een bal verdienen. Kijk je naar mij. ken vrij veel kunstenaars. Ja. Ik ken kunstenaars die hele dagen schilderen. Ja, nee, klopt. Dat is ook zo. Dus dat is ook van het begin van... hobby klinkt soms zo oneerbiedig naar... Het is gewoon je passie. Ja. En hoe kan je daar eventueel... En dat is natuurlijk echt niet voor iedereen weggelegd. Maar hoe mooi is het als dat van Horen vanuit West-Friesland wel het land... En wie weet de wereld over weten gaan. Ja, absoluut de wereld af. Hoe is nu het muziekaanbod op scholen in Horen? Daar vraag je me wat. We doen wel cultuureducatie, heet het dan met een chique woord. Dus als het goed is, komen in veel klassen, wordt er gewoon kunst en cultuur. En of dat nou van schilderen tot muziek maken is. Mm-hmm. Dus we proberen kinderen daar wel echt in op te voeden, om het zo maar te zeggen. Of daarmee kennis te laten maken. Ja, dan moet je in de muziekscholen of bij particuliere docenten gaan landen. Ja, precies. Want ik heb niet in Horen op school gezeten. Maar bij mij op school, ik heb geen enkele muziekles gehad. Dus ik heb dat helemaal niet. Maar ik denk dat... Dat is best wel heftig. Ja, ik kom oorspronkelijk uit Limburg, daar hadden we wel muziek in de klas. Ja, mijn ouders hebben me ook altijd gepusht, dus ik heb zelf ook wel muziek gemaakt. En dat neem je wel je hele leven mee. Mm-hmm. Dus aan de ene kant is het doodzonde als het niet gebeurt. Maar daar ligt dus ook de grote kans om dat juist wel voor zoveel mogelijk kinderen te doen. Ik heb begrepen dat ze jou ook live kunnen aanschouwen tijdens karaoke's in het kroegje. Ja, klopt dat? Ja, zeker. Of wil je daar even niet over praten? Nou, ben ik niet op mijn meest professioneel, dan heb ik het wel erg naar mijn zin. Dus dan moeten mensen zelf maar kiezen wat ze daarmee willen. Ja, mooi zo. Wil je nog iets kwijt, Axel? Nee, leuk om hier te zijn. Ik ben benieuwd naar de verdere optredens, want dat smaakt onder meer net. Nou, we gaan kijken. Dankjewel, Axel. Graag gedaan. Poppy Seed is op zoek naar een toetsenist.
Is het iets voor jou? Dan kijk zelf maar. Hoi, wij zijn Poppy Seeds. Woo! Wij zijn een superleuke band. 2 uur materiaal. Pop, rock. We missen nog iemand. We missen jou. We missen een keyboardspeler. Dus ik zou zeggen, neem contact met ons op. Nou, kom maar door met je keyboard. Stuur een mailtje naar oorzaak@vanhorenzeggen.nl en voor je het weet, heb je match. Vers fruit op West-Fries platengebied. Als iemand daar verstand van heeft, is het vinoloog Nick Staphorst wel. Nick, kom er maar in. Deze keer hebben we gekozen voor de plaat van Tim Knol, Light Years Better. Ik vind het een hele mooie plaat zelf. Ten meer omdat het een plaat vol zelfreflectie is over de... Een periode in zijn leven waarin het niet zo lekker met hem ging. En dat komt heel goed uit in het titelnummer ook, Light Years Better. You know I had my fun, but now I'm light years better. I was traveling at the speed of sound, but now I'm light years better. So slow to figure out how to feel light years better. Tim Knol behoeft zelf natuurlijk geen introductie en deze, iedereen kent Tim wel. Hij heeft ook een aantal keer instores gedaan hier en platen gekocht ook natuurlijk. En we zijn nu bezig om te kijken of we Tim en zijn vader een keer in de winkel kunnen krijgen dat ze samen gaan zingen. Dus ik hoop dat dit een beetje wel een incentive is voor de twee heren om dat samen te komen doen. Dus ja, de plaat van de maand voor deze keer is Tim Knol, Light Years Better. Voor iedereen die de komende maand dicht bij huis blijft, Melissa heeft een stel superleuke evenementen voor jullie opgevist. Zin om te rocken? We beginnen met het Best Frieslands Festival in Wervershoofd, waar je op 5 augustus kunt genieten met onder andere Magnets and Miracles, No Offense en The Muse Experience. Mis het niet. Vergeet ook de Horzekermis niet, van 12 tot en met 21 augustus, want daar kun je je vermaken bij verschillende podia. Take a chance on het huis verloren op deze roze maandag bijvoorbeeld. Daar speelt een ABBA tribute. Nog net een festivaletje meepikken in augustus. Op 27 augustus kun je weer afreizen naar Heerhugowaard voor het Mixstream Festival. West-Friese artiesten als Elsa Brigitte Beckman en The Sanders zijn daar van de partij. Hou je van live muziek gecombineerd met film? Dan moet je naar het Oosterslag. Op 29 augustus tot en met 2 september kun je bij Cinema Oostereiland onder andere genieten van Spinvis. Heb je ook een optreden om te melden? Stuur een mailtje naar oorzaak@vanhorenzeggen.nl. En wie weet gaan we er aandacht aan besteden. Voor iedereen die een trauma heeft opgelopen na de eerste reportage van dit fenomeen, zet je schrap voor de volgende. Prikkelbush, waar hang je uit? Howdy guys, this is Prickbush Pete reporting for Laughing Hornet. We're gonna get inside and see what's going on. Come on in. What you doing here? I love to party. You love to party? I love to party too. You girls love to party too? Definitely, yeah. Most deaf, right, right. Yeah, we're going wild. We're going wild. What band will be playing right now? I think Bluff, and then... Bluff? Yes. Bluff. And what's Bluff? We have Glock 45, but... We got a fan, all right, Glock 45. You having nice, a good? Nice eye shadow. It's good, right? You must have hung a date book. Yeah, we did. Yeah. Oh, nice to meet you. You want to have a picture? Yeah, of course, yeah. I have a picture, of course. Well, if you want to know, I have a boy's name. You? In Dutch. And it is. And everyone is asking. Yeah. Did you used to be a boy? Oh, really? But you used to be a boy? No, I am always a girl. With everything that's going on. Yeah, fuck him. I know I'm gonna leave him here. I hope you feel okay.
I do. Hele mooie foto. Yeah, of course, man. Ja, schat. Wat kan, hè, schat? Zeg eens wat. Want een kiss? Oh, yeah! I'm standing here with the bar lady. What's your name, honey? Wilma. Wilma, is the microphone right distance? Are you having a good time? A very good time. Is that your husband? Yeah. Is he called Fred? Flintstone. Like Fred and Wilma? You get that, audience? Fred and Wilma? Cheers. Here's the Life in Horn. I fucking love it here. Wait, did you come for like a specific band? What? Yeah, Bluff. Bluff? Yeah. But they're playing now, right? Yeah, they're playing right now. It's a Dutch band, right? Yeah, it's Dutch band. They're right, amazing. Are you here on your own? No, with the ladies. With the ladies? Yeah, oh, yeah, look. With the ladies. Hey, ladies. All right, good. Well, we're going to continue. Talk to some more people. Can I give you a hug? Sure, all man. Right. Nice day. I fucking like this guy. Love the Netherlands. Love the Netherlands. Later. Yeah, Bluff is playing now, right? You're coming for Bluff? No, absolutely no? Not. What, where, no? Where, for what are you, what's the reason you're here? The drinks. The drinks? Yeah. And the boys, I guess? No, not the boys. No, you're into girls? No. No? What's your name? Yella's my name. Yella is your name. Yes. And what you doing here? We climb over the fence here, so we're not legal. Really? Yeah. Oh, I yeah. fucking love that shit. Yeah, really? I like it. Yeah. But you know, are you having a good time? I'm having a really good time. All right. It's the last time, so you need to celebrate, right? It's the last time? Yeah, because they don't get a permit. Oh, they didn't get a permit? Yeah, they're going to build houses and stuff. Ugh. Are they going to build houses here? Yeah. But this is much more fun. Yeah, I totally agree with you. Agree. Maybe we can tell the people from Town Hall that they shouldn't do it right now. We should. Let's go. We should. Yeah, but are they here? I don't know. Maybe we can do it on camera. Yeah. Maybe you just take the camera and say, don't do fun. It. Don't build houses. Just build houses underwater or something. We got the Isomere, a lot of space. Just build houses there. I mean, yeah. Fuck yeah. Oh, it's Bluff here. Yeah. Oh, Bluff. We need to go inside. It's quite the thing here, Bluff. Go catch your Bluff. See you guys later. Bye-bye. Well, I think this is about it. From Life in Horn, I like to say bye-bye. Have a good one. Don't do anything I would do. And catch you on the flip side, motherfuckers. Ta-ta. Therapie na dit stukje, vrees ik, of niet? Ja, ik moet er nog even van bij komen. Het lijkt me heel zwaar om daardoor geïnterviewd te worden. En wie heeft überhaupt woningen nodig? Dus daar heeft hij wel gelijk in natuurlijk. Ik bedoel, gewoon allemaal op het water. Ja. Ja, maar de IJsselmeer. IJsselmeer is very, ja, very big. Woonboot in Gewoon woonboot, ja. Top idee. Nou ja, goed. We hebben het mooiste voor het laatst bewaard. Als een baas met Pieter Baas en... Sven Ros. Goed dat je er bent, Sven. Thanks. Welkom. Wat gaan we doen? We gaan mijn nieuwste single spelen. Cool. Nieuwste single van een... Ja, een ik, EP heb, uit, toch? Ik heb in Wenen een nieuw EP opgenomen in april. Ja. En daarvan is de song nu uit. En ja, de rest komt gespreid over het komende half jaar. Oké. Okay. En ja, ik ben best wel trots op. Ja, dus, dat mag je zijn. Dat is een heel goed liedje ook. Thanks. Vind, trouwens. Dus, zullen we hem doen? Ja, is goed. And when you sank into my chest, I understood we'd reach the end. Though I still love you, and you still love me. It's hard to accept it's for the best, but I don't want to hold you back. 'Cause I still love you, and you still love me. I guess we need to find ourselves before we can find somebody else. But sometimes the truth can be a lot too bad. Let's blame it on bad timing, 'cause I don't think we lost any chemicals for love, though they might not be enough. Let's blame it on bad timing,
And we'd be lying if we said we don't dream about us now. How we wish we'd worked it out. Let's blame it on our bad timing. Let's blame it on our bad timing. It feels like we knew this day would come. We've talked about it since day one. Though I still love you, and you still love me. I guess you need to find yourself before you can find somebody else. Well, sometimes the truth can be a lot too bad. Let's blame it on bad timing. Cause I don't think we lost any chemicals for love, though they might not be enough. Let's blame it on bad timing. And we'd be lying if we said we don't dream about us now. How we wish we'd worked it out. Let's blame it on our bad timing. Let's blame it on our bad timing. Let's blame it on our bad timing. Blame it on bad timing. Cause I don't think we lost any chemicals for love, though for now they're not enough. Let's blame it on bad timing. And we'd be lying if we said we don't dream about us now. How we wish we'd worked it out. Let's blame it on our bad timing. Let's blame it on our bad timing. Let's blame it on our bad timing. Oh, 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 oh. Dit was De Best Vieze Oorzaak. Tot de volgende. Thank you.